politieke interesse kwam bij mij echt pas aan het eind van de middelbare school. Ja, en daarvoor was het brandweerman en daarna wilde ik pianist worden. Het zou ook wel heel ziekelijk zijn als je heel jong bent en dan de politiek in wil. Waarom zouden wij met een voorstel moeten komen? We hebben 240 miljard in Griekenland gestoken. Ik kan met niets akkoord gaan wat ook maar een dubbeltje extra geld kost. Sorry dat u even moest wachten. Ja, goedemiddag. Ik heb natuurlijk wel een gevoel van we hebben weinig tijd. We moeten heel veel veranderen, we moeten tempo houden. Ik zeg het toch een keer voor alle zekerheid. Dat het een illusie is te denken dat bescherming tegen terroristen, dat dat voor 100% te koop zou zijn. Kortom, we moeten doen wat kan om onze veiligheid te behouden en deze veiligheid en vrijheid ook te bewaken. En het is een kerntaak van de overheid. Daar sta ik voor, daar staat het kabinet voor en ik voel dat ook. Vind ik het mooie van politiek, dan kun je zo'n impact hebben op het leven van mensen. Bijvoorbeeld met goed onderwijs, de gelijke startposities. Dat vind ik prachtig. En dat geeft ook heel veel energie. Ja, ik vind gewoon dat je een paar uur in de week wel wat vrijwilligerswerk mag doen. Dus ik dacht, nou, wat ga ik dan doen? En nu sinds een jaar 4, 5 op een school in Den Haag, in Schilderswijk. Met heel veel kinderen, ook met een niet-Nederlandse achtergrond. Deze kinderen hebben dus echt te maken met discriminatie. En daar gaat het vaak over. En dan leg ik ze als liberaal uit en zeg ik, ja, als je toch doorzet, dan kun je uiteindelijk ook burgemeester van Rotterdam worden als je Ahmed heet. Ja, je hebt makkelijk praten. Maar vervolgens praat je erover door en ja, hoop ik dat ik het zaadje plant van joh, we geven niet op. Welke school is jullie? Waar? Uit? Bosbaan. Leuk. Ik heb hier 2 debatten vandaag, daar ga ik het over hebben. Ik heb net met een collega al gereageerd. Ik vind het werk leuk. Het is soms heel intensief, maar ja, ik heb altijd volgens de filosofie geleefd. Je moet 's avonds meer energie hebben dan 's morgens. En dat lukt de meeste dagen gelukkig. Ik geloof echt dat we in een van de meest gave landen van de wereld leven. Met een waanzinnige veel mogelijkheden en leuke mensen. Maar dat we zo verschrikkelijk veel nog met elkaar geregeld hebben wat ons tegenhoudt. En daarom ben ik wel heel trots dat we er toch in geslaagd zijn om met die twee partijen zo vreselijk veel te veranderen. Waardoor in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, we heel veel achterstallig onderhoud hebben opgeruimd. Waardoor er gewoon meer lucht komt in de samenleving. Mensen meer kansen kunnen pakken, minder in de weg worden gezeten door de overheid. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Dat vraagt nog jaren werk.